Dus module 1 is een inleiding. Dat is een vrij voor de hand liggende module waarbij het begrip ecosysteemdiensten wordt uitgelegd en aan de hand van een aantal foto's de leerlingen leren om ecosysteemdiensten te herkennen, te identificeren. Module 2, en dat is diegene waarbij ik straks een demo van wil tonen, is de basismodule voor het berekenen van de tuinscore, van de ecosysteemdiensten. En daar heb je twee verschillende benaderingen. De eerste is via Google Earth, is eigenlijk een eenvoudigere manier van werken. Een tweede richt zich op leerlingen die ook leren werken met GIS. Dus aan de hand van QGIS gaat daar echt een project opgezet worden waarbij ecosysteemdiensten worden berekend. Module 3 is nog meer geavanceerd en bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, waarbij zowel ecosysteemdiensten worden berekend als een aantal experimenten worden gedaan. Module 3a gaat over overstromingsgebieden, waterhuishouding. Dus daar wordt berekend voor Vlaanderen hoeveel mensen wonen in overstromingsgebied. En daaraan gekoppeld is er dan een klein experiment waarbij ze voor verschillende type bodems de infiltratie van water kunnen uittesten, zodanig dat ze kunnen zien als ik overga van verharding naar bijvoorbeeld gras, wat is het effect op de waterhuishouding? Dus daar zit een stuk experimenteel werk in. Module 3b is eigenlijk nog complexer. Daar zitten drie lessen in, waarbij het gaat over hitteeilanden in steden. In de eerste les wordt een introductie gegeven van wat zijn hitteeilanden en wordt in QGIS aan de hand van bestaande gegevens van het WOW-netwerk, Weather Observation website, met metingen van weerstations, worden hitteeilanden, trendanalyses gedaan en patronen opgezocht die een vergelijking mogelijk maken tussen meer verstedelijkte en minder verstedelijkte gebieden. Daar hoort ook een versie bij waarbij metingen van weerstations in Leuven gebruikt worden en waar de warmtecapaciteit en het albedo wordt berekend. En er is ook een experiment mogelijk rond evapotranspiratie. Dus die module 3, daar kan gekozen worden voor werken met waterhuishouding of werken met stedelijke hitte-eilanden, met hitteregulatie. Maar in beide gevallen is dat niet een les van een uur. Dat is een reeks waarbij een deel ook experimenteel werk dat eventueel de leerlingen thuis of dat op het terrein in een schooltuin of in een park in de buurt kan gebeuren. Module 4 is eigenlijk het afsluiten van de verschillende modules. Dus daar ga je zoeken naar hoe kan ik de ecosysteemdiensten van een tuin verbeteren. En daar is interessant om ook eventueel een link te leggen met andere projecten. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld samen met KNAK het MyMyNeed-initiatief gelanceerd, waarbij we voor de maand mei mensen aansporen om het gras niet te maaien en waar we dan meer in detail zijn gaan kijken naar de ecosysteemdiensten die door de voorjaarsbloeiers aangeleverd worden, dus waarbij we de nectarscore hebben berekend, wat een verfijning is van wat je nu in de
tuinscore hebt. Hier heb je ook een verwijzing naar andere lespakketten over vlinders, tuinvogels. Dus module 4 is eigenlijk een opening naar zoeken naar mogelijkheden om de ecosysteemdiensten te verbeteren. En dan kan je teruggaan naar module 2 en zien hoe verandert dan mijn tuinscore, bijvoorbeeld. Dus stel dat je met mijn tuinlab in de maand mei een bepaalde oppervlakte in je tuin niet gemaaid hebt, dan kan je aan de hand van de nectarscore zien hoeveel insecten, welke soorten en hoeveel insecten gevoed zijn door die voorjaarsbloeiers. Maar je kan ook berekenen wat de impact is op andere ecosysteemdiensten dan puur de nectarscore. Hoe gaan we nu te werk voor de educatieve module? Dus dit is een korte presentatie. Je kan het materiaal downloaden. Het vraagt informatie over... Ik ga hier gewoon voor mezelf invullen. Je verstuurt een formulier en je komt meteen... het is automatisch. Dat formulier is gewoon om een beetje bij te houden hoe vaak het gedownload is, hoe vaak het gebruikt is. En hopelijk ook om feedback te krijgen van mensen die opmetingen gedaan hebben, zodanig dat we de modules verder kunnen verbeteren. En dan zie je hier het materiaal van de verschillende modules, waarbij module 1 een aantal foto's heeft van tuinen, van die gebruikt worden om een invulblad voor ecosysteemdiensten in te vullen. Module 2 heeft het educatieve materiaal, heeft ook dus de instructiefiches, de doelstellingen, de plaats in het leerpakket en dan de twee varianten, één met Google Earth en één met QGIS. En in de twee gevallen wordt de tuinscore berekend op basis van de verschillende groenvormen die in een tuin zijn afgebakend en op basis van de oppervlakte van die verschillende groenvormen. Dus daar gaan we straks verder op in. Module 3a is dan voor de waterhuishouding. En daar heb je ook de instructiefiche en een aantal invulformulieren die je mee kan downloaden. En voor hitteregulatie heb je voor de drie lessen eigenlijk verschillende invulbladeren nodig. Dus zowel voor de oefening met de weerstations als de oefening met de experimenten. En daarnaast, en dat is heel nuttig, want ik ga straks bijvoorbeeld voor die tuinscore van QGIS eerder dan live de demo te geven, gewoon het instructiefilmpje tonen. De instructiefilmpjes zijn echt wel gemaakt om zelfstandig, het zij als leerkracht dat je zegt ik wil dat even inoefenen, of in een laatste jaar kan je studenten, leerlingen ook vragen om aan de hand van dat instructiefilmpje en de informatiebladen kunnen ze de oefening eigenlijk begeleid zelfstandig ook doen. Dus dat voor het overzicht. Dan zal ik nu eventjes mijn scherm delen. Ja, dus het lesmateriaal, ik heb inderdaad die vraag, ik vermoed dat het lesmateriaal bedoeld is voor het secundair onderwijs. Ja, het is bedoeld voor de derde graad van het secundair onderwijs. En toen we het ontwikkeld hebben, waren de nieuwe leerplannen er nog niet, maar we wisten al wel wat er verwacht werd in de nieuwe leerplannen. Dus we verwijzen er ook wel naar.
We hebben ook wel een aanduiding, want we hebben gescreend wat er in de verschillende, in het TSO, in het ISO, in de verschillende, in het vijfde en zesde jaar in de leerplannen staat voor aardrijkskunde. En het past daarin. Dus het is echt niet bedoeld, tenzij misschien die eerste les, een introductie van ecosysteemdiensten, is het eigenlijk niet geschikt voor jongere leerlingen. Even voor ons Nederlanders, derde graad. Dat is de bovenbouw. Dus dat zijn de laatste 2 jaren van het secundair. En het is ontwikkeld voor... het is ontwikkeld voor tuinen. Dus het principe van de berekening van de tuinscore komt eigenlijk van de natuurverkenner. Maar de natuurverkenner is ontwikkeld voor voor grotere natuurgebieden. Dus we hebben de natuurverkenner aangepast aan wat je typisch hebt in kleinere tuinen. Dus het is gebaseerd op de groenvormen die je typisch hebt in tuinen. De leerlingen kunnen het dus in een eigen tuin doen of in een schooltuin, of je kan het ook in een park toepassen. Het is breed toepasselijk. Maar dat zal misschien wel duidelijk worden als ik even door de demo ga. Dus ik zal van demo ga ik dat hier open krijgen. Dus wat we in module 2 doen met de berekening van de tuinscore, is dat we... Ik ben hier wat. Hier in de module 2 met berekening van de tuinscore doen, is enerzijds trachten inzicht te geven in ecosysteemdiensten van een tuin, anderzijds tuinen klassificeren volgens verschillende groenvormen en zelfstandig aan de slag gaan in QGIS voor het berekenen van de ecosysteemdiensten. Ik zal eventjes overlopen welk didactisch materiaal daarbij hoort. Ik zit een beetje te... Ik heb wat te veel vensters open. Eventjes. Om een of andere reden zitten die module 2 hier niet. Ja, hier zijn. Dus dit is het materiaal dat je downloadt voor deze module. Je hebt enerzijds de instructies. Dan heb je een aparte instructies voor de Google Earth en de QGIS. En
Wat in beide gevallen het resultaat is, is het invullen van de tuinscore. Dus dat is een Excel-tabel waarbij de ecosysteemdiensten van de tuin worden berekend. Dus als we dit even openen. Dan zien we dat we regulerende diensten hebben, producerende diensten, ondersteunende diensten. En we hebben vooraf in die Excel-tabel scores toegekend, gewichten toegekend aan verschillende groenvormen. Dus wat we gaan doen is aan de hand van een kaart de oppervlakte voor die verschillende groenvormen aangeven in de tuin. We vullen de oppervlakte hierin en dan wordt automatisch de totale oppervlakte berekend en de score per ecosysteemdienst. Dus dat is de gemeenschappelijke noemer voor de twee tabellen. We hebben ook in de uitleg krijg je ook de formule waarop dit gebaseerd is. Dus het is een score per ecosysteemdienst en dan de verhouding van de oppervlakte van die groenvorm ten opzichte van de totale oppervlakte van de tuin. Nu, zeker in de QGIS-oefening is het essentieel dat de categorieën perfect worden ingegeven zoals ze hier zijn opgesomd. Dus het is geen open benoeming van wat zijn de categorieën van groenvormen. Er wordt automatisch een koppeling gemaakt tussen deze groenvorm. Daar kunnen we in onze Excel-tabel komt dat overeen met die score voor verschillende ecosysteemdiensten. Dus dat is eigenlijk de GIS-oefening die we hierbij maken. Dus ik zal ze kort toelichten voor Google Earth. Dus dat is de eenvoudige variant, zal ik maar zeggen. Het eerste wat in de inleiding staat is, ja, je moet Google Earth Pro installeren op je laptop. Zodra je... En dan ga je naar... Dan zoom je in op de tuin die je interesseert. Het is ook wel belangrijk... Ik ga mijn Google Earth eventjes terug afsluiten en terug en opstarten. Dus ik neem aan dat iedereen wel vertrouwd is. Met Google Earth. Dus het eerste wat je doet is inzoomen op je tuin. En ik heb in dit geval, we hebben op de campus naast het Geo-instituut een klein tuintje aangemaakt, onze Geogarden. Dus ik ga er gewoon inzoomen, in dit geval op onze tuin, campus. Dan is het belangrijk, want we hebben gezien bij het intekenen van een aantal tuinen, dat er vaak, als je niet orthogonaal werkt, dat er vaak schaduweffecten zijn waardoor de tuin te klein wordt ingetekend. Dus dat het stuk tegen het gebouw wordt onderschat. Dus vandaar dat we aanraden om bij weergave
te gaan kijken bij opnieuw instellen en om zeker kantelen en kompas te nemen zodanig dat de tuin goed loodrecht wordt weergegeven. En dan is het een zeer eenvoudige intekenoefening in Google Earth. Dus we gaan polygonen intekenen. Je neemt een polygoon, je geeft die de naam van een groenvorm, maar daar is het wel belangrijk om dan consistent te zijn. Dus ik zal hier bloemen en planten aangeven. Dus ik teken hier een stukje. Daar was ik daarnet mee bezig als ik mijn test. Ik ga het nu niet zo. En ik noem het. We hebben nu ook. Mijn polygoon is zeer ongelukkig. Een beetje verwezen. Goed, ik zal nog eens een nieuwe poging doen. Dus een nieuwe polygoon. Ik ga hier een stukje. Dan kan je verder verfijnen, eventueel de kleur nog aanpassen. Stijl en kleur van je polygoon aanpassen. Meestal raden we aan om hier nu voor kleur zal geel nemen. Raden we aan om zo naar 50% transparantie te gaan, zodanig dat je nog kan zien wat eronder is. Een nadeel van Google Earth is natuurlijk dat die luchtfoto's niet altijd zeer recent zijn. Dus we gebruiken die Google Earth maar als referentie bij het intekenen. Ik hoor precies nog iemand anders praten, maar ik weet niet of dat voor jullie storend is. Oké. Dus we hebben nu onze bloemenweide ingetekend. We hebben de kleur aangepast. En dan gaan we kijken wat de oppervlakte is. We gaan naar eigenschappen, de meetwaarde, we zetten ze in meter en de oppervlakte in vierkante meter. En dan hebben we de oppervlakte van onze bloemenweide. De vraag, is het mogelijk om het educatief pakket gebundeld te downloaden? Nee. Het is echt bestand per bestand. Het is echt, wat gaat vrij snel. Het is echt bedoeld om vooraf te beslissen wat wil ik nu en alleen dat te downloaden. Dus als je nu, we hebben onze bloemenweide 29,2 vierkante meter. Dan gaan we naar onze Excel-tabel en we kunnen onze bloemenweide invullen. 29 vierkante meter. Waar staat bloemenweide? Of bloemen en planten. Ik pas de oppervlakte aan en mijn ecosysteemdiensten worden herberekend. En we krijgen een aangepaste score waarbij we kunnen kijken in welke mate een
grotere oppervlakte van bloemenweiden, de luchtkwaliteit verbetert, de waterhuishouding, bestuiving enzovoort. Wat is het nut van deze oefening? Het laat mooi toe om bijvoorbeeld te zien wat het effect is van als ik een boom heb, of ik heb dezelfde oppervlakte. Dus we nemen de loodrechte oppervlakte. Dus als het een boom is, dan wordt het gras onder de boom niet meegerekend. Een boom gaat bijvoorbeeld meer effect hebben op hitteregulatie, terwijl als je een bloemenweide hebt, dan gaat je ecosysteemdienst voor bestuiving en biodiversiteit hoger zijn. Dus op die manier kan je spelen met je tuin. En dat is ook wat er dan gebeurt in lespakket 4, dat er gekeken wordt, stel dat we meedoen aan Mai Mei Niet en we gaan de oppervlakte gazon halveren en vervangen door dezelfde oppervlakte bloemen en planten. Wat gebeurt er dan met de ecosysteemdiensten? Dus in deze oefening is dat vrij voor de hand liggend, is dat vrij eenvoudig te bepalen. Nu, voor leerlingen die bijvoorbeeld in wetenschappen zitten of in TSO, zijn er ook een aantal richtingen waar ze echt wel zelfstandig aan de slag moeten kunnen met GIS, hebben we ook de mogelijkheid om dat in QGIS te doen. En daarvoor, maar dat ga ik nu live demonstreren, dat duurt ook veel te lang. Daarvoor ga ik eventjes de video tonen, de instructievideo van de QGIS-oefening. Ik zal het eventjes terugstarten. Therese, wat ben je nu aan het doen, als ik vragen mag? Wat lief? Wat bent u nu aan het doen, als ik vraag? Ik ben aan het antwoorden op uw chat. Ah, oké. Okay. Maar het beeld wat we zien, hè? Ja.
U bent nu een polygoon eroverheen aan het zetten. Ja. Dus wat je hier eerst gedaan hebt, is een link gelegd naar een webmap service, naar de WMS. En dan ga je zelf een polygoon creëren. De polygoon met de groenvormen. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als wat je doet in Google Earth. Maar met dat verschil dat je hier echt een shapefile gaat hebben van je tuin. Wat ook een opstap is naar de volgende oefeningen om daar eventueel verdere analyses, verdere verwerkingen mee te doen. Dus die Google Earth, ja, dat is oké om de oppervlakte en de groenvorm te weten. Maar dit is echt het begin van verdere analyses, want je zit dan in QGIS met een eigen shapefile van je tuin. En het is ook interessant, dat verschil. Dus bij OpenStreetMap heb je gewoon de toegang rechtstreeks tot de OpenStreetMap. Maar bij die orthofoto wordt dat verschil gemaakt tussen werk je online met de orthofotomozaïek of ga je ze downloaden? En in de instructies staat dat ook wel aangegeven, hoe die twee werken. En dat is op zich technisch al interessant om uit te leggen aan leerlingen wat het verschil is tussen het online combineren van verschillende bronnen, zoals OpenStreetMap en de orthofotomozaïek, dan wel een eigen personal geodatabase aan te maken, hè, op hun eigen laptop of computer. Maar dus wat hier gebeurt is, ja, we maken een nieuw bestand aan. Een nieuwe shapefile. Dank u wel.
Dag Therese, kan je mij Ja. horen? Ik ben Linda van Duurzaam Educatiepunt en ik vraag me af of het misschien geen goed idee zou zijn. Het is nu 11:32 om ook nog voldoende ruimte te laten voor vragen van de mensen in de groep. Want er komen er toch wel een aantal binnen. Ja. Lijkt me waardevol. Ja, het duurt nog 4 minuten. Ah ja. Dus ik zal het gewoon, tenzij je zegt, oké, we weten genoeg, zou ik het gewoon laten verder aflopen. Dan hebben we nog een kwartiertje voor vragen, zeker. Hè? Ja, oké, dat is dan in orde dan, ja.
Dag Therese, hier ben ik weer. Linda nog eens. Ja, ik denk dat het wel moment is om nu stilletjes aan hoofd aan te vragen, want het is ook wel heel moeilijk, denk ik, voor de mensen thuis, ook voor mezelf. Ik heb er zelf al eentje aangemaakt, dus ik heb er wel wat ervaring mee, maar niet met die kugels, om het ook echt wel op die manier goed te kunnen volgen. Oké, ja, maar ik geef dat ook maar eventjes mee als opmerking. Goed. Dan ga ik de presentatie stoppen en dan is er nu tijd voor wat discussie, denk ik. Want er zijn wel wat vragen in de chat ook. Dus het is inderdaad vanaf het moment dat je met QGIS gaat werken, is het niet zo'n evidente oefening. Hè? Maar dat is nu eenmaal, alleen niet iedereen in het secundair krijgt lessen. In GIS. Dus we hebben het wel beperkt tot het is alleen maar beperkt voor de studierichtingen waar dat wel zo in het leerplan staat. Dat is een goed. Dus Sylvia stelt voor van als er vragen zijn van de video's aan te zetten zodanig dat we elkaar kunnen zien. Misschien even nog. Ter aanvulling, hoe is dit tot stand gekomen en hoe evolueert dit verder? Dus het Mijn Tuinlab-project is een samenwerking tussen de KU Leuven, waarbij we zowel de bio-ingenieurs, afdeling Bos, Natuur en Landschap, als de mensen van de educatieve master hebben samengewerkt. Daarnaast was er de Erasmus Hogeschool, met tuinarchitectuur, die onder andere de formule voor de berekening van de ecosysteemdiensten voor de verschillende groenvormen in de tuinen hebben gemaakt. En dan hebben we Natuurpunt, die in eerste instantie ook de host was en vooral ook gezorgd heeft voor een goede communicatie. Dus dat zijn de partners die hieraan samengewerkt hebben. En ja, het is. We hadden in 2019 is het project opgestart, maar we waren eigenlijk pas klaar met onze educatieve module bij het begin van de COVID, dus vorig schooljaar, in het voorjaar. En we hebben dan, ik denk dat in totaal 5 leerkrachten waren die gezegd hebben: oké, wij willen wel het eens uitproberen. En op basis. We hebben eerst gewacht tot zij het uitgeprobeerd hebben met het materiaal dat er was. En dan hebben we pas die filmpjes opgenomen met die kennisclips en die tutorials van hoe het aanpakken. Maar ik vermoed dat het is nu niet zo'n gunstig seizoen om veel in de tuin te doen. Ik vermoed dat we in het tweede semester weer een aantal scholen zullen hebben, al ik hoop dat toch, die ermee aan de slag gaan. Therese, er staat hier een vraag van Sylvia. Ik weet niet of Sylvia ze misschien zelf wil stellen, of lees ik ze eventjes voor. Ik zie Sylvia knikken. Staat hier dat het enorm onder de indruk is. Maar hoeveel heb je een zicht op hoeveel dat het eigenlijk wordt gebruikt door leerlingen en studenten en andere? Heb je daar een zicht op de doelgroepen? Of is het één algemeen beeld dat je hebt? Wel, omdat het eigenlijk nog niet zo lang online is, is het we hebben een tiental. We weten van een tiental dat het gebruikt is. Maar en dat is misschien iets dat we iets te weinig momenteel vragen. We zouden graag een soort user community hebben van mensen die het uitgeprobeerd hebben, die feedback sturen. Dus wat dat we nu doen is vragen, als je het gedaan hebt, wil je dan alsjeblieft naar Mijn Tuinlab de informatie doorsturen met de link. Maar we hebben buiten een paar experimenten van tot nu toe een tiental mensen, hebben we nog niet echt een dynamische community.
We zien dat het meer evolueert in koppelen met andere projecten dan in het effectief het toepassen en uitbreiden van het educatief materiaal. Dus we zitten op dit moment een beetje op een scharnierpunt, denk ik, waarbij als we niet die community opstarten, het snel gaat stagneren. We zouden moeten elk jaar nu, er starten in januari weer een paar nieuwe onderzoeksprojecten op. Dus de bedoeling is dat we daar bijkomende modules kunnen aankoppelen. Bijvoorbeeld de module rond de weerstations. Dat is echt gekoppeld aan een onderzoek dat in Leuven is gebeurd, waarbij weerstations in tuinen zijn gezet en de data ter beschikking komen. Maar dat is zeer ad hoc. Dus we hebben daar een zeer voluntaristische strategie. Ik wou nog juist, mogen we alleen niet vergeten dat er nog een tweede deel aan Sylvia's vraag hangt. Dus dat we daar straks. Maar als je eventjes wil verder borduren op wat er al is gezegd, Saskia, dan doe je maar hoor. Ja, ik denk dat het ik vind het een heel interessant project, maar het is heel hoogdrempelig. En ik denk dat het baat kan hebben dat jullie ook een laagdrempelige versie maken. Voor leerkrachten die niet en voor leerlingen die niet met die GIS-functies moeten werken. En eigenlijk de bestaande module van mijn tuinlab is heel geschikt. Ik schreef het op van in coronatijd laten kinderen zelf hun eigen tuin inventariseren en inbrengen. Als vorm van een alternatief huiswerk. Ik denk dat dat een heel goed project kan zijn en dat ze daar heel gemotiveerd kunnen door zijn. Het enige dat je dan doet, is leerlingen zonder tuin een beetje benadelen. Dus daar moeten we dan wel een oplossing voor vinden. Maar ik zou jullie aanraden om ook een laagdrempelige versie te maken. Eigenlijk is module 1 zeer laagdrempelig. Hè? Dus module 1 legt uit wat zijn ecosysteemdiensten. Aan de hand van een aantal foto's. Ze kunnen verschillende groenvormen kunnen identificeren. En dan ben je vertrokken. Dus... Ja, maar dat is te theoretisch. Ik denk, de kracht van het project is juist dat mensen ook individueel in hun eigen omgeving aan de slag gaan. En ik denk dat je dat ook als een apart project moet geven. En ik weet dat bijvoorbeeld bij mij, in het go-onderwijs wordt dat onderwerp in het derde jaar aangeraakt. Dus die hebben heel veel van die informatie niet nodig. Maar ik denk als je die laagdrempelige versie maakt, die ook geschikt is voor derdejaarsleerlingen, dat je wel een heel sterk project hebt waar je nog meer leerkrachten mee kunt bereiken. Mm-hmm. En die Google Earth is daar te complex? Ja, die is te complex. En dan kun je eigenlijk gewoon de Google Earth-versie, zoals dat die voor de gewone burgers beschikbaar is eigenlijk al een goede introductie tot GIS-mapping. Ik heb zelf mijn eigen tuin ook een tijd geleden ingegeven. En dat is al een beetje een kennismaking met de Google Earth-functie. Heel beperkt, maar voldoende voor derdejaarsleerlingen. En dan vind ik vind het een heel sterk project. Ook als particulier, als burger, vind ik het heel sterk. Maar ik zou jullie aanraden om een laagdrempelige versie van het pakket ook te maken. Ja. Ja, ik heb het genoteerd. Wat ik ook eventjes misschien nog wil tonen, is het projectje dat we gemaakt hebben. Wacht, ik wil even terug mijn scherm delen. Hè. Die controle zegt. Als je naar mijn tuinlab gaat. Sorry. Mijntuinlab.be. Dan heb je bij projecten de tuin intekenen en vergelijken. En dat is een module die we gemaakt hebben, een intekenmodule, waarbij je waarbij je zo'n minuutje hebt, in plaats van te moeten ingeven welke groenvorm kun je dan aanklikken, grasveld, en dan je polygoontje tekenen.
Maar dat is niet als lespakket uitgewerkt. Dat is een toeltje dat we zelf gemaakt hebben, dat ook voor een paar thesisonderzoeken is gebruikt, waarbij mensen dan enquêtes invulden, bijvoorbeeld over de tevredenheid over de tuin of over de gevoelswaarde, om de recreatieve ecosysteemdiensten in kaart te brengen. Maar ja, dat zou inderdaad wel verder kunnen uitgewerkt worden naar een meer laagdrempelige versie voor bijvoorbeeld derde jaar. Hè. Sylvia, haar vraag was eigenlijk tweedelig, want er hing ook nog een deeltje aan. Is er een samenwerking naar Nederlandse of andere kennisinstellingen of organisaties, vraagt ze? Wel, voorlopig niet. Dus het was een project van 2 jaar, waarbij we eerst het hele citizen science verhaal hebben moeten opstarten. En dan, dus we hebben wel samenwerking, maar vooral met Vlaamse universiteiten. Ik kan mij voorstellen, Therese, dat zeker de Universiteit Wageningen Landschapsarchitectuur, dat die hier enorm geïnteresseerd in zijn. En allemaal dat werk wat jullie hebben gedaan, volgens mij kun je gigantisch veel impact hebben op het moment dat daar een lijntje wordt gelegd. En in Nederland hebben we ook de hogeschool AERES, die eigenlijk docenten opleidt voor natuureducatie of lerarenopleidingen. En ik kan mij voorstellen dat dit gewoon daarmee ook je community enorm doet groeien. Door juist met name, dat ik denk, dat wat jullie hebben ontwikkeld is echt subliem. Ik vind het echt geweldig. En als je nu, met name in die communicatie gaat investeren, zodanig dat je ervaringen ermee gaat opdoen, dan zie ik daar een enorm model van een community achter, die gewoon ook echt dat verschil gaat maken. Mm-hmm. Zodanig dat steden, bij wijze van spreken, studenten inhuren of iets dergelijks, om daarmee in kaart te brengen, oké, als we nou dit park gaan omzetten van een betonnen omgeving naar een meer groene omgeving, welke impact heeft dat dan? Want ik hoor dit altijd wel zeggen, maar jullie hebben daar een wetenschappelijke onderbouwing onder zitten. En ik vind dat zo enorm sterk, dat ik denk dat dat elkaar enorm gaat helpen om, wat ik dan in Nederland de kattenbaktuintjes of de begrafenistuintjes noem, om die dus echt ook om te gaan zetten, omdat je het effect gaat zien en ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd kunt gaan kwantificeren. Dus ik vind het echt heel gaaf. Ja, maar het is inderdaad zo. Hè. We zitten op dat moment dat we nu moeten investeren in communicatie en zorgen dat het gebruikt wordt. Hè. En verder. Ik denk dat als je daar middelen, financiële middelen voor nodig hebt, Therese, dan zijn dit ideale projecten voor een Interreg Nederland-Vlaanderen project. En dan heb je 50% investering van jezelf en 50% krijg je vanuit Brussel, vanuit de EU. Maar op het vlak van kennisuitwisseling en juist die kennisinstituten aan elkaar verbinden, zeker met het stukje tuinlab erbij, waarbij je dan de burgers nog eens betrekt. Mm-hmm. In Nederland hebben we ook tuinreservaten.nl, waar dat ook een aantal organisaties, ik weet niet hoe actueel het is hoor. Maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat je een Nederlands-Vlaamse community eigenlijk maakt. Ja. Die echt gewoon ook dit project van jullie vleugels kan geven om echt de wereld daadwerkelijk te veranderen. Ja. Ja, dat is het. Sylvia, je spreekt ook over tiny forests, maar jullie hebben in Nederland, dacht ik ook, tiny forests, hè? Als ik het goed heb. Ja, dus waar jullie hetzelfde doen eigenlijk met de mensen in tuinen eigenlijk, hè? Ja, dus ik dacht al van, ik ga mijn collega hier in ieder geval over informeren.
En gewoon eens kijken van, kunnen we dit bijvoorbeeld dus uitrekenen voor inderdaad dat voortuintje, waar dat dan met een bepaald plantenpakket de tegels eruit gaan en er struiken en planten voor terugkomen. En welk gekwantificeerd effect heeft dat op die parameters die u hierin eigenlijk al omschrijft? Dan heb je echt een hele mooie onderbouwing. Nu zeggen we gewoon dat het zo is. Maar dit geeft die wetenschappelijke basis eronder, waardoor het verhaal volgens mij veel nadrukkelijker en sterker nog wordt. Dat is ook het principe dat gebruikt is bij MyMyNeed. Daar is met die nectarscore, dus als je dan in mei niet maait, dan krijg je onmiddellijk de resultaten van, je telt dan op het einde van de maand welke plantensoorten er zijn. En de plantensoorten zijn gekoppeld aan bijen, hommels, aan verschillende insectensoorten. En je krijgt op het einde van de maand de resultaten van hoeveel bijen. Dat is enorm, hè? Ja, je krijgt eigenlijk de impact wordt zichtbaar op die manier. Ja, enorm. Ja. Ja. Ik kreeg ook te horen, binnen 3 minuten wordt de sessie automatisch afgesloten. Dus dat jullie niet opeens schrikken. Misschien nog een prangende vraag van iemand als laatste? Oké, maar ik heb in ieder geval een paar hele goede suggesties, dank u wel. We gaan hier hoe dan ook mee verder, maar we zullen we moeten een beetje opportunistisch zijn. En vooral inzetten op communicatie, denk ik. Maar ja, dat doen we. Ja, ja. Maar heel mooi. Ik dacht zelf in het begin van, ik ga dit uitproberen. En toen zag ik u schuiven met allemaal die parameters. En toen dacht ik, oh jee, nou weet ik het even niet meer. Of ik dat nog wel zelf zou, daar tijd in wil of kan investeren om dat te leren. Dus toen dacht ik van, dan wil je eigenlijk een maatje hebben om het samen mee te gaan doen. En een soort training on the job. Dat je hem eigenlijk via organizing groter kunt maken. Mm-hmm. Dat lijkt me gewoon heel gaaf om hiermee verder aan de slag te gaan. Ja. Ja, het voordeel van Nederland is dat we daar niet moeten vertalen. Want we hadden een samenwerking ook voor een Europese financiering. Uiteindelijk is die niet goedgekeurd geweest, maar als je dat moet gaan vertalen naar 5 verschillende landen. Plus, het is niet zo evident om een instrument dat bij ons ontwikkeld is, ook te gaan gebruiken in Spanje bijvoorbeeld. De situatie is zo verschillend. Daar komt veel meer bij kijken. Nederland, België is veel gemakkelijker wat dat betreft. Ja. Nou, super. In ieder geval heel erg bedankt voor het toelichten, Therese. Dank je wel, Therese.